يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. En assalamu alaikum iedereen, welkom. Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de moeite die jullie hebben genomen om hierheen te komen. Ik hoop dat ik een goede bijdrage kan leveren vandaag aan de kennis die jullie al hebben. En ik hoop natuurlijk dat jullie vandaag hier weg zullen gaan met nieuwe deuren. Die jullie inshallah in de toekomst open zullen maken en de kennis zullen uitbreiden zoals de broeder net ook heeft aangegeven. Mijn doel vandaag is vooral deuren openen voor jullie. Ik zal 4 onderwerpen proberen te behandelen. Is vrij veel eigenlijk, maar zoals ik zeg, mijn doel is puur deuren openen voor jullie, zodat jullie zelf op onderzoek uitgaan en zodat jullie deze onderwerpen kunnen gebruiken om een start te maken, een rode draad op te pakken om nog verder onderzoek te gaan doen en nog meer kennis op te doen en nog meer waardering te krijgen voor onze heilige boek Koran en de pracht ervan. Ook ik zal natuurlijk beginnen met de paradox eigenlijk, de contradictie die bestaat. Science flies you to the moon, while religion flies you into buildings. Is natuurlijk de grote paradox die bestaat. Oftewel, met wetenschap vlieg je naar de maan, met religie in gebouwen. Ik denk dat in deze zin religie vooral islam natuurlijk wordt. Zoals jullie zien, zwart-wit, religie, dan ben je niet bezig met de wetenschap. Dan ben je een soort van, een beetje achtergebleven. Dat idee probeert er vaak te wekken. Terwijl wetenschap die brengt je dus van A naar B en van B naar C. En daarmee kom je dan verder. En ik wil juist dat, inshallah, ga ik proberen om dit weg te nemen en laten zien dat islam en de wetenschap elkaar niet tegenspreken en niet twee verschillende werelden zijn en niet twee elkaar tegensprekende lichamen zijn. Waar ik me vooral op wil richten eigenlijk is de nieuwe generatie, de volgende generatie. Onze kinderen, de nieuwe generatie, die leert vooral op school en in de samenleving om antwoorden te zoeken in de wetenschap. En de wetenschap, zoals het plaatje wat ik net heb laten zien, probeert vooral vaak kinderen en de jeugd weg te trekken bij de religie. Hoe dieper je in de wetenschap gaat, eigenlijk staat bijna voor hoe verder je moet je distancieren van geloof. Want er zijn twee elkaar tegenwerkende dingen. En ik denk dat het echt vooral belangrijk is dat wij onze kinderen echt meegeven en leren dat wetenschappelijk onderzoek doen, het zoeken van kennis, juist aantoont dat jij als moslim zijnde een gezonde moslim bent en dat je juist bijdraagt, zoals de broeder net zei aan het geheel, aan die cirkel. Maar vooral geen hate speech, dus geen haat. Want zoals we ook zien, zowel in de islamitische wereld als in de niet-islamitische wereld, er is heel erg veel haat tegenover elkaar. Dus we proberen elkaar vooral kapot te maken, af te maken, door de ander weg te trekken bij elkaar. En zoals je ook vaak hebt gezien, ook natuurlijk hier in Europa, in de middeleeuwen, op een gegeven moment werden mensen opgehangen, werden ze levend verbrand, omdat ze zich bezig hielden met chemie, omdat ze zich bezig hielden met wetenschap. En je ziet ook dat dit soort geleiden komen vaak ook in de islam voor en zijn ook tegengekomen in de islam. Puur omdat mensen niet kunnen verklaren, of niet durven te verklaren, of niet durven te zoeken, proberen ze zich, zeg maar, op die manier te uiten over het ene of het ander. En dat zal alleen maar negativiteit veroorzaken. En daarmee zullen we onze kinderen niet richting islam en ook niet richting de wetenschap duwen. Dus wat ik eigenlijk vandaag aan jullie wil laten zien is dat islam moedigt het rationele denken aan. Islam is het rationele denken. Islam staat voor rationeel denken. En ik wil dat inshallah dat vandaag met de 4 onderwerpen die we gaan behandelen ook laten zien.
Maar wat ik vooral niet wil vandaag is laten zien dat, of dat, dat jullie dat, de misvatting krijgen dat islam, dat je door wetenschap islam kunt ontdekken. Of dat je door de Koran te lezen de wetenschap kunt verklaren. Dat is niet de bedoeling. Wat vooral wel de bedoeling is, de Koran bevat wetenschappelijke feiten. Het is geen wetenschappelijk boek. Het bevat wetenschappelijke feiten. En deze wetenschappelijke feiten, die heeft Allah in de Koran gezet om te laten zien dat hij de schepper is van alles. De schepper van de hemelen, van de aarde, maar ook de schepper van wiskunde, ook de schepper van onze kennis. Hij heeft alles geschapen. Dus Allah laat aan de hand van de wetenschappelijke feiten die hij in de Koran heeft geïmplementeerd zien dat hij de schepper is. En wij moeten die misvatting niet krijgen dat, in de Koran staan wetenschappelijke feiten. En ja, kijk, we zijn daarachter gekomen, dus die twee moeten we naast elkaar zetten en als gelijke behandelen. Of het ene in de ander zoeken, dat is niet de bedoeling. Ik wilde graag ook nog eventjes inhaken op onderwerpen die hiervoor ook net besproken zijn. En ik was natuurlijk al van plan, Imam Ali alayhi salam, wat hij eigenlijk zegt over kennis. Er is geen rijkdom zo kostbaar als kennis en geen armoede bruter dan onwetendheid. En het gaat natuurlijk over die koppige mensen of die mensen die dan toch de andere kant op gaan. Wat zegt Imam Ali daarover? Stilte is het beste wederwoord aan een dwaas. Dus dan is het misschien beter om gewoon stil te zijn en je tijd beter te gaan besteden dan in nutteloze discussies te gaan. En ik ben blij dat de broeder ook net zei dat hij eigenlijk weinig van deze discussies is tegengekomen in zijn loopbaan. En dat is alleen maar een goed teken. Nou, de onderwerpen die we vandaag zullen gaan behandelen. Sta ik trouwens voor het scherm? Oké. De eerste onderwerp is eigenlijk de relatie tussen Kaaba en de Koran. Vanuit het wetenschappelijke oogpunt. Dus ik zal vanuit het wetenschappelijke oogpunt de relatie tussen Koran en Kaaba laten zien. Dat doe ik aan de hand van een video. Maar voordat we die video gaan bekijken, wil ik jullie een aantal iets meegeven om het video begrijpelijk te maken. Dus een beetje voorkennis, zodat jullie dan weten waar eigenlijk de video zich op bouwt. Het tweede onderwerp zal wetenschap, natuurwetenschappen en de Koran zijn. Ik heb vier onderwerpen gekozen. In eerste instantie waren het zes, maar wegens tijdgebrek zullen we vier behandelen. En aan de hand van deze vier natuurwetenschappen zal ik dan de laatste natuurwetenschappen en de Koran een beetje proberen zeg maar, te laten zien. Derde is numerologie en Koran. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de wetenschap, numerologie. Dus dat is de derde relatie. En last but not least natuurlijk Ahlul Bayt en de Koran. We zijn natuurlijk hier bij een Ahlul Bayt jongerenbijeenkomst. Dus ik hoop dat jullie dan ook vooral aan de hand van de eerste drie onderwerpen de relatie Ahlul Bayt en de Koran te kunnen laten zien. We beginnen met Kaaba en de Koran. Nou, waar wil ik mee beginnen? Heeft iemand er wel eens gehoord van Fibonacci? Handen omhoog wie daar wel van gehoord heeft. Twee. Drie, oké. Okay. Fibonacci was een, eigenlijk ook een onderzoeker, een wetenschapper, ook filosoof. Wat hij deed eigenlijk is, hij ging konijnen tellen. Hij ging kijken hoe konijnen zichzelf vermenigvuldigen eigenlijk. En hij heeft een interessante ontdekking gemaakt. Want wat hij zag zeg maar, is dat konijnen zich volgens een bepaald patroon vermenigvuldigen. En het interessante daaraan is, als je vooral de gele cijfers daarboven ziet, dat is echt zijn ontdekking geweest. Nou, 1 plus 1 is 2. En dan als je weer verder gaat, 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 5 is 8. 8 plus, 5 plus 8 is 13. Enzovoort. Je ziet de voorgaande twee getallen vormen steeds het volgende. En dat is ook eigenlijk de manier waarop eigenlijk die konijnen zichzelf vermenigvuldigen. En dat viel hem op. En ik weet niet of hij zelf gerealiseerd had wat voor grote ontdekking hij gedaan had. Maar het is echt een enorme ontdekking geweest, ook voor vandaag. Want we hebben een getal ontdekt, vanuit deze reeks eigenlijk. En dat is een guldensnede. Ik denk dat heel veel van jullie daar wel eens van gehoord hebben, het guldensnede. En dat baseert zich eigenlijk op deze reeks. Het guldensnede eigenlijk, voordat we daar komen, de getallen van Fibonacci eigenlijk vormen deze
deze vorm eigenlijk, deze ellips. En zoals je ziet, kijk of ik deze kan gebruiken. Hier zijn dus twee hokken van 1 bij 1. En wat je ziet, als je die naast elkaar legt, krijg je dus 2. En 2 met die 1 samen 3. En 3 en 2 samen 5. 5 en 3 samen 8. 8 en 5 samen 13. En zo zie je dat hij eigenlijk, als je dan eigenlijk in de meest zuivere en perfecte vorm zou nemen, dan krijg je eigenlijk deze vorm. En zo, zoals jullie hier zien, gaat het zo verder. In principe tot het oneindige. En echt een vorm eigenlijk die, daar zal ik zo meteen op terugkomen, maar die wordt eigenlijk geboren uit die reeks. En ik verwacht niet dat iedereen dit gaat volgen, maar ik wil echt dat jullie even begrijpen dat het getal een oorsprong heeft. Dat is ten behoeve van de video zo meteen. Nou, het guldensnede, of letter phi, kan worden benaderd door het proces van achtereenvolgende delingen. Elke term in de Fibonacci-reeks door het voorgaande. Met elke succesvolle achtereenvolgende deling komt de ratio dichter bij de waarde van 1.618 afgerond. Nou, heel veel denken van Fibo say what? Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Zoals je hier aan de zijkant ziet, is het steeds, zeg maar, je deelt het volgende door het voorgaande. En hoe verder je gaat eigenlijk in die reeks, hoe dichter je bij dit getal komt eigenlijk. Bij het getal 1.618. En als je dat echt in de perfecte vorm zal doortrekken eigenlijk, dan is dat getal het principe, het formule eigenlijk voor die vorm. Ja, ik hoop dat jullie hem een beetje kunnen volgen. Je hoeft niet het helemaal te begrijpen, maar in ieder geval dat jullie weten dat het een oorsprong heeft. Ik wil jullie ook wat voorbeelden laten zien. En dat zijn eigenlijk voorbeelden die voor ons voor velen al bekend zijn. Bijvoorbeeld de orkaan Sandy, die heeft heel veel schade veroorzaakt. Heel veel mensen zijn dood gegaan in 2012. En zoals je ziet, die vorm, die Fibonacci vorm eigenlijk, zie je in die orkaan. En nog meer voorbeelden, bijvoorbeeld in schelpen zie je die vorm. In patroon van bloemen zie je die vorm. Zoals jullie zien, ook de getallen van Fibonacci is dus eigenlijk voor jullie dan rechtsom 21 rijen en linksom 34 rijen. Het zijn allebei getallen die terugkomen in de rij van Fibonacci. En zoals je ziet, hoe Allah ons gecreëerd heeft, er zit een bepaalde handtekening in eigenlijk. Er zit een bepaalde principe, een bepaalde verhouding in, aan de hand waarvan Allah eigenlijk alles creëert en daarmee laat hij zien, zeg maar, dat het zijn creatie is. Dus die vorm zie je overal terugkomen. Ook in onszelf komt deze vorm terug. Bijvoorbeeld in onze vingers, in onze handen. Zoals je ziet, bovenste bordje 2, 3, 5, 8 centimeter ongeveer. Maar ook bij een baby gaat dit op. Bij een klein baby zou je ook dezelfde verhoudingen zien. Wat houdt dat in? Dat gele bordje bijvoorbeeld bij een baby is 1,618 keer zo groot als de voorgaande. En het groene bordje is 1,618 keer zo groot als de gele. En het blauwe is 1,618 keer zo groot als de groene. En zo zie je dat die verhouding echt gewoon overal terugkomt. In de verhouding tussen aarde en de maan bijvoorbeeld, zie je deze terugkomen. Ik zou graag willen toelichten, maar het is puur als voorbeeld, zodat jullie ook zien dat overal terugkomt. In de planeten komt dit terug, zoals Saturnus. Je ziet dat de hele planeet is gewoon echt helemaal opgebouwd uit deze principe, uit dit getal eigenlijk, uit deze verhouding. En het is echt prachtig om dat te ontdekken. En dan ga je steeds verder zoeken. Dan kijk je voor naar je oorlel, zie je dat vorm terugkomt. Je gaat kijken naar je vingerafdruk bijvoorbeeld. Voor de vorm van je navel zelfs bijvoorbeeld. Moet je een keer in de badkamer opletten als een haar op de grond ligt. Precies in die vorm zie je hem liggen. Dat is echt, en dan ontdek je eigenlijk die vorm overal om je heen. Maar dit getal gebruiken we ook. Wij, de mensen zijn eigenlijk al heel lang op de hoogte van dit getal. In de Apple-teken bijvoorbeeld, wel bekende, is geheel opgebouwd uit dit principe. Zoals jullie zien, 13, 8, 5, 3, 2 en 1 cirkels. En daarmee hebben ze eigenlijk de hele Apple-teken gecreëerd. En het grappige is, wij vinden dat mooi. Als wij dat zien en die principes zien en die verhoudingen zien. Want Allah heeft ons ook als mooie creatie, zeg maar, voortgebracht. En wij gebruiken ook weer die principe van Allah om zelf dingen te creëren. In grote bekende schilderijen komt dit terug. Laatste maaltijd. Bijvoorbeeld in 5000 jaar oude piramides. 5000 jaar oude piramides, moet je eens voorstellen. 5000 jaar geleden kennen ze dit principe al.
zijn de positie van deze piramides is bepaald, ja, dat hebben ze bepaald aan de hand van sterren. Maar de verhouding daartussen, zoals je ziet, de kleinere piramide is precies 1,618 keer zo klein als de grotere. Oftewel, de grotere is 1,618 keer zo groot als de kleinere. En dan moet je je voorstellen dat deze piramides in Gizeh 5000 jaar geleden gebouwd zijn. Dat mensen toen al, zeg maar, stilstonden bij dit principe. En dat dit eigenlijk een soort van creatiegetal, creatieverhouding is. Eigenlijk gaan we dan nu naar de video. Ik hoop dat ik jullie een beetje voorkennis heb kunnen geven. De broeder zal de video opstarten in fullscreen, dan kunnen jullie het makkelijker zien en volgen. En dan gaan we daarna weer verder met het volgende onderwerp. Hold the mysteries in theaters in September 2009. Mecca has been ordered as a total direction. The nation plays for billions of Muslims and is the holy center of Islam. Soon, you will witness the scientific proof of unbelievable mysteries that have remained hidden in the holy city, Mecca, for thousands of years. Superior design number of mathematics, 1.680. The Creator has always used the very same number in numerous events in the universe. In our heart pulses, the aspect ratio of DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, and the leaf array rolls of plants, which is named as phyllotaxy. In the snowflakes, crystals, in the spiral structure of numerous galaxies, the Creator has used the same number, the number of golden mean, 1.618. It is observed that this ratio is applied to the pyramids of Egypt, like it was applied to various famous architectural works. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasury.
proportion of the distance between the South Pole and the city of Mecca to the distance between both poles is again 1.680. The miracle is not over yet. The golden mean point of the Earth, according to common location language of mankind, Great Google Map, is in the city of Mecca. The proportion of eastern elongation to the western elongation, which are determined as solstice line from Mecca, is again 1.618. Moreover, as shown in the figure, the proportion of western elongation of Mecca to the solstice line to the perimeter of the Earth on this very latitude is surprisingly the golden mean, 1.618. The golden mean point of the Earth, for all mapping systems, even though it varies a few kilometers, is always within the city borders of Mecca, within the holy region that includes Kaaba. You can measure very sensitively the distance between any two points with the help of Google Earth's ruler feature. If you wish, you can verify the correctness of the given ratios by calculating latitude and longitude with a simple calculator. The Femmatrix program is an American program that is used to show golden mean of pictures and paintings. If we accept the Great Google Map of the Earth as an alive painting whose depth never ends and open it in this program, we will find out that the golden mean point of the Earth is the city of Mecca. With respect to positive longitude and latitude values and being on the lands and off the sea, the only golden mean point of the Earth is Mecca. Miracles continue. The golden mean miracle in the Mecca verse of the Quran. There is one unique verse in the Quran that includes Mecca word and an expression that tells there are clear evidences within a city which will give belief to humanity. The relation between the city of Mecca and the golden mean is clearly engraved in the Ali Imran Surah, 96th verse. The total number of all letters of this verse is 47. Calculating the golden mean of letter total, we find out that the word of Mecca is expressed by 47 divided by 1.618 equals 29. There are 29 letters from the beginning of the verse to the word Mecca, just like it is in a world map. If only one single word or letter was missing, this ratio could never be constituted. Without any impairment, we have conducted the very same process that we conducted on the Earth map and witnessed the glorious coherence of letter numbers that reveals the relation of Mecca and the golden mean. All this shows that the creator of the Earth and mathematics is the same one God. Beggar description that created Kaaba, holy region, and the Quran. It reminds holy humanity that knowing the future and common languages of humanity, he gave clues for them. A newer invention on the relation between the golden mean, Mecca, Kaaba, and the Quran becomes revealed in each single day. In the figure, it is shown that the measurements with golden mean compass, also known as Leonardo compass, indicate that the city of Mecca is located on the golden mean of Arabia, while Kaaba is located on the golden mean of the city. The probability calculations indicate that all these facts cannot be a mere coincidence. Try to survive with miracle news in holy books, with the golden mean of the world, where the holy mystery is about the Jesus the Christ and the Prophet Muhammad, and with scientific proof.
proofs. Dank jullie wel voor je aandacht. Nou, zoals jullie zagen, de schepper van de wiskunde, of het getal, is degene die ook deze verwijzingen in de Koran eigenlijk implementeert. Allah, die dan verwijzen naar de locatie van de Kaaba. Zoals jullie zagen, de gulden snede van de aarde is de Kaaba. Is, zoals we dat noemen, het huis van Allah. Nou, we gaan gauw verder. Ik zal eventjes... Zo. We gaan meteen vervolgen naar het volgende onderwerp. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Nou, voordat we verder gaan, nog eventjes een kleine quote van een van de grote pioniers eigenlijk in de wetenschap. Zoals Einstein zegt... Science without religion is lame. Religion without science is blind. Dus wetenschap zonder religie is eigenlijk, ja, het slaat helemaal nergens op. En religie zonder wetenschap, ja, dat is gewoon blind. Dus dat laat ook weer zien het belang van wetenschap in de islam. Islam moedigt het wetenschap aan. Dus we gaan meteen verder naar het volgende onderwerp. Natuurwetenschappen en de Koran. En zoals ik zei, zullen we vier onderwerpen behandelen. Ik heb ook een aantal onderwerpen die we niet gaan behandelen. Maar ik wil wel even laten zien, het is een lijst van honderden, als niet duizenden onderwerpen die je zelf kan uitzoeken. Ik heb hier een aantal onder gezet. Ontstaan van bergen, scheiding tussen zoet en zoutwater zouden we eigenlijk vandaag gaan behandelen, gaan we niet meer doen. Druk op de borst bij opstijging, circulatie, creatie van de mens uit klei. Allemaal onderwerpen die je gewoon kan gaan onderzoeken. De dingen die wij gaan onderzoeken vandaag zijn deze vier onderwerpen. Embryologie, het heelal en het ontstaan ervan, onder andere de Big Bang theorie. Vingerafdrukken van de mens en lichtgevende wezens in de diepe oceaan is een van mijn favorieten. Die wil ik je ook heel graag laten zien. Dus we gaan beginnen met het eerste onderwerp en dat is embryologie. Kleine voorkennis weer, geschiedenis van embryologie, epigenesis. Kwam eigenlijk al zo'n ruim 300 jaar voor Christus met de stapsgewijze ontwikkeling van een organisme. Dus hij had al ideeën over dat organismen zich in stappen, zeg maar, ontwikkelen. Een belangrijk persoon, lid van de Griekse, of lid van de filosofische academia van Plato. Eigenlijk veel later, 1829 na Christus, dan een gemeenschappelijke oorsprong van embryo's eigenlijk. Toen kwam Martin Radke met een onderzoek, een Duitse embryoloog en anatoom. En in 1942 pas eigenlijk kwam George Neal Schroeder van de Carnegie Institute in Washington met 23 stadia eigenlijk. Echt heel uitgebreid de stadia van een embryo waarin ze zich ontwikkelen. Maar we gaan kijken natuurlijk naar wat de Koran zegt hierover. Ik heb ook eventjes één vers voor eigenlijk de eerste fase genomen. Broeder Isa zal eventjes reciteren en vervolgens zal ik de uitleg geven. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dank u wel, broeder Reza. Prachtige recitatie. We gaan even kijken naar de uitleg. Wij schiepen de mens uit een fijne soort klei. Dat wisten jullie denk ik al. Dan gaan we kijken naar de zes fases eigenlijk wat de Koran aangeeft in deze ayas. Daarna plaatsen wij hem als zaad in een veilige bewaarplaats. Het is eigenlijk de eerste fase eigenlijk wat de Koran beschrijft is de nutfa, de zaad eigenlijk. Er zijn uitgebreide onderzoeken gedaan, zeg maar, door de hele Koran. Echt ontzettend interessant om hier achteraan te gaan, echt de deuren te openen en alleen al naar het woord nutfa, zeg maar, te gaan kijken door de hele Koran. Niet-moslimse wetenschappers hebben eigenlijk daar onderzoek gedaan en het zijn echt lezingen van urenlang daarover. Over alleen al de ene fase, hoe mooi de Koran dat beschrijft en dat het overal terugkomt, hoe de wetenschap het eigenlijk ook ziet, hoe wij het uiteindelijk zien ook. En dat de Koran dat heel precies beschrijft eigenlijk. Daarna vormden wij het zaad tot gestold bloed en wij maakten het gestold bloed tot een stuk vlees. Vervolgens vormden wij het stuk vlees tot beenderen. Wij bekleden deze beenderen met vlees en brachten het daarna als een nieuwe schepping voort. Geloof zij dus God, de uitmuntendste schepper. Ik heb eventjes de zes fasen even nog een keertje voor jullie hier op een rijtje gezet. We gaan ook even kijken naar de Arabische benaming. En eigenlijk de uitleg. En wil ik je eigenlijk ook even wijzen op een iets heel erg moois eigenlijk. Wat tot 40, 50 jaar geleden ontkend werd door de wetenschap. Dus de eerste is de nutfa, een druppel of klein hoeveelheid vloeistof. Eigenlijk is de letterlijke vertaling. Komt best wel overeen denk ik. Soortgelijke vorm als een bloedzuiger of gestold bloed. Alaka, eigenlijk de Arabische vertaling. Volgens zegt de Koran vormden wij daaruit de mutqa eigenlijk als een gekoud stuk vlees. Nou, spreekt voor zich denk ik. Maar wat dan gebeurt is interessant. Want de Koran zegt dat daarna zich de botten ontwikkelen. Dus oftewel het skelet. Terwijl tot zo'n 40, 50 jaar geleden geloofde de wetenschap daar eigenlijk niet in. Tot 40, 50 jaar geleden eigenlijk werd beweerd dat de spierweefsel eigenlijk het vlees ontwikkelt bij een embryo. En pas later de botten zich ontwikkelen. En de Koran zegt eigenlijk dat het andersom is. En nu pas eigenlijk afgelopen decennia zijn we erachter gekomen dat het waar is. Dus dat eigenlijk de botten zich eerst ontwikkelen en later worden deze botten, zoals de Koran het ook mooi beschrijft, bekleed door spierweefsel, door vlees eigenlijk. En natuurlijk als laatste de aanvang van inwijding en formatie van een volmaakte foetus. Dus dat is een van de mooie wonderen van de Koran. Een van de veel besproken en ook vooral nu zie je dat heel erg dat over gediscussieerd wordt in de wetenschap. Is eigenlijk het ontstaan van het universum, formatie, hoe het zich gedraagt eigenlijk. Daar wordt heel veel over gepraat. Er zijn heel veel discussies over tussen moslims en ook niet-moslims. Tot begin 20e eeuw eigenlijk werd aangenomen dat het heelal altijd bestaan heeft. En het heeft een vaste, onveranderlijke en oneindige formaat eigenlijk. Eigenlijk iets waar we niet zoveel van weten. En in Vessel Slijper in 1912 kwam men tot de ontdekking dat sterrenstelsels eigenlijk met hoge snelheid van ons wegbewegen. Dus wat hij deed is eigenlijk, hij ging kijken naar al die sterren. En wat hij zag is, als het licht van een ster ons oog bereikt eigenlijk, onderweg breekt het. En als je een lichtstraal breekt, eigenlijk een witte lichtstraal om het maar voor het gemak te noemen. Als je dat breekt, dan komt het in kleurenpatronen. Dus dat is ook eigenlijk het principe waardoor we ook regenbogen zien. En wat weten we nou eigenlijk al, of wat wisten we toen al? Als een ster naar ons toe beweegt, dan zal eigenlijk het licht breken rondom de ster, naar richting blauw, paars, zeg maar, violet. En als de ster van ons weg zou bewegen, dus als we door de telescoop kijken en we zien de ster van ons weg bewegen, dan zou de gloed om de ster heen eigenlijk richting rood neigen. Dat is heel interessant eigenlijk, want daardoor wist Vessel Slijper van, hey, al die sterren die ik bekijk door mijn telescoop, die hebben een rode gloed. Dat betekent dat al die sterren van ons weg aan het bewegen zijn.
via later kwam Einstein dus met de algemene relativiteitstheorie. Het heelal is of aan het uitdijen of aan het inkrimpen. Eigenlijk heel intelligent wat hij zegt, want hij houdt beide opties open eigenlijk. Dus als alles van ons weg beweegt, betekent of we zijn met z'n allen naar één punt aan het gaan. En wij gaan iets sneller dan de rest, dan de sneller naar die punt toe. Dus dan is alles aan het inkrimpen. De tweede optie is alles aan het uitdijen. Dus we bewegen allemaal weg van elkaar. Dat betekent dus dat de sterren van ons weg bewegen en alles van elkaar weg bewegen. En dat eigenlijk alles aan het uitdijen is. En ja, Edwin Hubble, de Hubble-telescoop, ik denk dat heel veel mensen wel daarvan gehoord hebben. Die kwam dan in 1929 tot de ontdekking van het universum is aan het uitdijen. Want wij bewegen niet alleen van de sterren weg. De sterren bewegen ook van elkaar weg. Dus alles in het universum is van elkaar aan het wegbewegen. En wat konden we daaruit eigenlijk concluderen? Dat is eigenlijk de geboorte van de Big Bang theorie. Als alles van elkaar aan het wegbewegen is, dan heeft het misschien wel een gemeenschappelijke oorsprong. Ooit waren ze allemaal één, zeg maar. Ooit waren het één punt. De Koran zegt in de Surat al-Tariya, zoals broeder gaat reciteren, en dan zullen we het uitleggen. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Dus wat zegt eigenlijk Allah in deze vers tegen ons? Allah zegt: wij hebben den hemel met macht gebouwd. En waarlijk, wij zijn het die het doen uitdijen. Dus 1400 jaar geleden, een illiterare profeet eigenlijk, onze profeet, die kon niet lezen en schrijven. In midden in de woestijn, komt met dit soort versen eigenlijk. En toen begrepen mensen waarschijnlijk dat niet. En dat laat ook zien hoe oneindig de Koran is. De Koran is geen wetenschappelijk boek. De Koran is er niet om ons de wetenschap te bewijzen of andersom. De Koran is er om, zodat Allah ons aan de hand van dit soort voorbeelden eigenlijk laat zien van: mijn kennis is jullie ver vooruit. Ik ben de schepper en ik ken alles. Ik weet alles. Ik weet de toekomst. Ik weet hoe alles werkt. Misschien komen we later achter dat dit heel iets anders betekent. Maar op dit moment weten wij in ieder geval vanuit de kennis die wij hebben dat het universum aan het uitdijen is. En de Koran bevestigt het eigenlijk door dat Allah zegt van: wij zijn het die de universum laat uitdijen eigenlijk. Überhaupt het idee dat het universum aan het uitdijen is en dat het eigenlijk zo lang geleden al bekend was, zou ons eigenlijk al terug moeten brengen naar Allah, naar de Koran. Broeder Aysar. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Nou, de conclusie is denk ik duidelijk die wij getrokken hebben. En het klopt eigenlijk als je dit zou lezen. Weten de ongelovigen dus niet dat de hemel en de aarde een verenigd geheel waren. Dus de hemel en de aarde, het universum en de aarde waren een verenigd geheel, waren één. En dat wij die van elkaar gescheiden hebben, en dat wij door middel van water het leven aan alle dingen geven, zullen zij dus niet geloven. En waar besteden wij miljarden aan elk jaar? Bij de NASA, bij andere onderzoeken buiten de aarde. Waar zoeken wij naar? Op al die verre planeten, overal naar water. Dat zegt de Koran ook. Wij geven door middel van water het leven aan alles. De hemel en de aarde waren een verenigd geheel. En wij zijn het die het doen uitdijen. Dus moet je stilstaan alleen al bij deze verse. Hoe prachtig eigenlijk Allah het beschrijft.
Dus eigenlijk nog even heel simpel ter illustratie eigenlijk. Dus wat Big Bang Theory zegt is, er is een explosie geweest. Dat beschrijf ik niet precies zo, maar we weten in ieder geval wel wat de Koran zegt. Dat is natuurlijk de ultieme waarheid eigenlijk. Dat is tijdloos, niet tijdgebonden. En de Koran zegt dus, er was een verenigd geheel dus. En de expansie natuurlijk van het universum, wat de Koran ook beschrijft eigenlijk, dat het allemaal aan het uitdijen is. Gaan we natuurlijk weer verder met het volgende onderwerp. Echt een hele mooie eigenlijk deze. Surat al-Qiyamah. Broeder Aisha zal weer even reciteren en vervolgens zullen we naar deze ook kijken. Bismillahirrahmanirrahim. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Wat zegt Allah hier in deze verse tegen ons? Denkt de mens dat wij zijn beenderen niet bij elkaar zullen verzamelen. En waarom zegt Allah dat eigenlijk? Omdat mensen vroegen dan aan de profeet van ja, maar al die miljarden mensen, honderden, duizenden miljarden mensen, die al vergaan zijn in de grond en weggerot en verdwenen. Hoe gaat Allah al deze mensen op de dag op des oordeels weer tot leven wekken? Hoe gaat Allah dat doen? En wat zegt Allah als antwoord eigenlijk? Ja. Wij zijn in staat om ze tot aan de vingertoppen weer bijeen te brengen. En dat is wel grappig eigenlijk, want Allah gebruikt in plaats van ja, veel ingewikkeldere dingen die eigenlijk in ons lichaam hebben. Zoals bijvoorbeeld onze ogen, echt een van de meest ingewikkelde organen die we hebben eigenlijk. Zegt Allah niet, we zullen zelfs tot jullie ogen weer terugbrengen bij elkaar. Of bijvoorbeeld onze hersens zijn ook vrij ingewikkeld. We weten vandaag nog steeds niet hoe onze hersens precies werken. Maar Allah gebruikt simpels eigenlijk. Iets ook weer die niet tijdgebonden is. Je kan altijd naar je vinger kijken en jezelf afvragen van waarom zegt Allah dit. Maar vandaag weten we dat natuurlijk, ja, fingerprint dat gebruiken we als een identificatiemiddel. En dat is bij elke mens uniek. Maar liefst 10 vingers die uniek zijn eigenlijk, met een unieke fingerprint. En zelfs een eigen tweeling hebben verschillende fingerprints. En wat zegt Allah? Ja, wij zijn in staat om ze tot aan de vingertoppen weer bijeen te brengen. Dus maak je eigenlijk geen zorgen. We zorgen dat jullie allemaal weer gewoon in jullie in de staat terugkeren waar jullie de wereld verlaten hebben eigenlijk. En dan komt een van mijn favorieten eigenlijk. Hier spreekt Allah over de staat van de ongelovigen. En broeder Aisha zal weer citeren en dan zullen we het ook weer belichten. بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له Wat zegt Allah eigenlijk over de staat van de ongelovigen? Een hele mooie. Of ze zijn als de duisternis verspreid over een diepe zee. Met golven die over andere golven rollen, waar boven volken liggen en waarna duisternis boven duisternis. Dat is de staat van de ongelovigen. Als de mens zijn hand uitsteekt, ziet hij het nauwelijks. Dus in deze diepe zee
waar al het over heeft. Want we weten natuurlijk, licht kan maximaal 200 meter in het water penetreren en daarna is het echt donker. Als een mens zijn hand uitsteekt, ziet hij het nauwelijks. Voor wie God geen licht gegeven heeft, is hier geen licht. Dus in deze diepe donkere zee, zegt Allah, voor wie ik geen licht gegeven heb, is hier geen licht. Het is interessant als je goed daarover nadenkt. Dus er zijn hier wezens in deze diepe zee die Allah licht gegeven heeft. En dan moet je kijken, deze prachtige wezens die zelf licht produceren in deze diepe zee. Ze produceren zelf licht in hun lichaam en verlichten eigenlijk zo eigenlijk in die zeebodem. En ja, we zijn nu natuurlijk in staat om zo diep in de zee in te gaan zonder uit elkaar te spatten. En dit soort foto's te maken. En ja, super interessant eigenlijk. Kon een profeet die illiterair was en ongeveer 1400 jaar geleden midden in de woestijn woonde natuurlijk nooit weten. Het toont weer aan voor de ongelovigen natuurlijk de pracht van de Koran. Sta je stil bij deze wonderen van de Koran, bij deze feiten die de Koran noemt. Nou, ik denk dat we zo ten einde zijn gekomen van het eerste onderdeel van deze lezing. Take a break zou ik zeggen. En ik zie jullie zo meteen inshallah terug. Sallu ala Nou, ik hoop dat jullie weer een beetje fris zijn en dat we weer tegenaan kunnen. De volgende twee onderwerpen zijn numerologie en Ahlul Bayt en de relatie daarvan met de Koran. Nou, zet je schrap, er komt heel veel getallen in kant op, dus wel heel leuk. Dus we gaan verder. Numerologie en Koran. Voordat we verder gaan met numerologie en Koran, wil ik eventjes een tussenonderwerp doen. We zijn natuurlijk hier net bezig geweest met de natuurwetenschappen en de Koran. En we gaan zo meteen dus verder met numerologie, maar er is een tussenstap. En ik vond het wel leuk om dit even met jullie te delen. Heb ik eigenlijk last minute nog even geïmplementeerd in de presentatie. Maar ik vond het wel heel leuk en interessant om met jullie te delen. Nou, we weten allemaal nog het onderwerp embryologie. Het is ontstaan van een nieuw wezen. Nu zijn er, ik denk dat heel veel van jullie dat wel eens gezien hebben, dat bepaalde getallen van een bepaald vaste aantal terugkomen in de Koran. Je weet bijvoorbeeld hoe vaak het woord dag terugkomt in de Koran. Hoe vaak wordt het woord dag gebruikt in de Koran? Weet iemand dat? 365 keer. Jij weet het ook? Ja. Mashallah. Het woord dagen. Weet iemand hoe vaak dat voorkomt? Precies 30 keer. Het woord dagen komt 30 keer voor in de Koran. Het woord maand komt precies 12 keer voor in de Koran. Het zijn echt mooie wonderen. Het zijn een lijst van hier tot Tokio. Het is echt een enorme lijst van getallen. En echt, als je erin duikt, dan is het echt geweldig om te zien sommige van die woorden. Nog een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld het woord land en het woord zee, hoe vaak die voorkomen in de Koran. Het woord land, hoe vaak die voorkomt, en als je dan ook het woord zee meeneemt daarin, is evenredig aan de hoeveelheid land wat er op aarde is en hoeveelheid zee er op aarde is. Als je het woord land en het woord zee bij elkaar optelt, het aantal. En als je dan dat gehele aantal, volgens mij is 45, deelt door de hoeveelheid keer dat het woord land terugkomt in de Koran, dan kom je op 71%. Of 29%. En dat is precies de percentage land wat er op aarde is. En andersom, als je het woord zee deelt door het geheel, kom je op 71%. Wat ook weer overeenkomt met de hoeveelheid zee wat er op aarde bestaat. Het zijn echt wonderbaarlijke dingen die je in de Koran tegenkomt. Maar ik heb een voorbeeld voor jullie meegenomen dus. Het woord vrouw komt 23 keer voor in de Koran. En het grappige is, hoe vaak komt het woord man voor? Dat weet jij waarschijnlijk wel? Nee? Ook 23 keer. Nou, dat zegt eigenlijk twee dingen. Eén is natuurlijk, man en vrouw in de islam zijn gelijk aan elkaar. Dus islam maakt geen onderscheid daarin. Dus 23, het woord man en vrouw komen even vaak voor in de Koran, dus dat zegt wat. Maar er is nog iets grappigs aan de hand eigenlijk. Nou,
als een moslima en een trotse vader zoals jullie zien, eigenlijk een nieuw wezen creëren. Dan heeft deze nieuwe wezen is in eerste instantie één cel. En ik weet dat de mensen uit de medische wereld eigenlijk hier aanwezig zijn. Weet iemand hoeveel chromosomen een menselijke cel heeft? 46, toch? 46 chromosomen. 23 van de moeder en 23 van de vader. Subhanallah, kijk hoe de Koran eigenlijk hiermee werkt. Hoe prachtig eigenlijk deze numerologische wonderen zijn van de Koran. 23 keer komt het woord vrouw voor en 23 keer het woord man. Samen 46, net als de 46 chromosomen die in een menselijke cel eigenlijk voorkomen. Prachtig zijn deze voorbeelden. En dan gaan we nu verder met het hoofdonderwerp van numerologie en Koran. Het eerste, tenminste waar we mee beginnen, is dan Rashad Khalifa. Ik weet niet of jullie wel eens van deze meneer gehoord hebben. Hij kwam eigenlijk met de ontdekking dat de Koran wiskundig is gerangschikt aan de hand van het getal 19. Gebruikte hij computers voor. Helaas draai je daar later een beetje door. Hij verklaart zichzelf tot profeet. Maar alhamdulillah, voordat hij helemaal doordraait, heeft hij deze mooie ontdekking gemaakt. En ik zal even laten zien hoe hij eigenlijk erop gekomen is. Dat überhaupt dat die getal 19 eigenlijk te maken heeft met de rangschikking van de ayahs in de Koran, van de gehele Koran eigenlijk. Ook weer een handtekening van Allah eigenlijk in de Koran, waarmee Allah laat zien dat het... het woord van God is en niet door de hand van een mens geschreven. Iets bijzonders aan het getal 19. Het is een primaire getal. En niet zomaar eentje, het is het achtste primaire getal. Even toelichten wat primaire getallen zijn. Ik denk niet dat iedereen dat weet. Een primaire getal is een getal die alleen maar door zichzelf of door het getal 1 gedeeld kan worden. Dus voorbeeld 3. 3 kun je alleen maar delen door 3 of door 1. Nou, 1 tellen we eigenlijk niet mee, want het zijn allemaal, alles is deelbaar door 1. 5, kun je alleen maar delen door 5 of door 1? 13, 17, 11, 7, allemaal kun je alleen maar delen door zichzelf. En de achtste in deze reeks eigenlijk is het getal 19. En dit is dan eigenlijk de achtste primaire getal die wij kennen. Waarom ik dit aan jullie laten zien, dat komt zo meteen terug. Onthoud het eventjes. En dan zal ik dat later even uitleggen waarom die... primaire getal eigenlijk, dat het achtste is, dat toe doet. Eerste voorbeeld, dit heeft ook eigenlijk Rashad Khalifa gebruikt. Bijna elke ayah in de Koran begint met Bismillahirrahmanirrahim. Dus Allah prijst zichzelf in de Koran met bijna elke ayah. Van de 114 surahs bedoel ik. Van de 114 surahs beginnen 113 met Bismillahirrahmanirrahim. Er is maar eentje die daar niet mee begint. En ik heb even de Bismillahirrahmanirrahim uit elkaar gezet. In lettertjes. En zoals je ziet, vanaf de ba tot en met de mim heb je dus eigenlijk precies 19 letters. En dit is dan een van de dingen die eigenlijk Rashad Khalifa opviel. Van hey, dat getal 19 komt iedere keer terug, zeg maar, in de Koran. Dus er is een bepaalde rangschikking. Een van de andere voorbeelden waarvan hij, zeg maar, op deze getal is gekomen, is bijvoorbeeld Surat al-Baqarah. Met alif, laam en mim. Daar begint de Surah Baqarah mee, toch? Alif, laam en mim. Wat hij ging doen eigenlijk, is hij ging echt zoeken en zoeken en zoeken. En op een gegeven moment vond hij dus in alif, laam, mim. Als je het totaal van wat alif voorkomt in de Surah Al-Baqarah. Het totaal van laam vak die voorkomt in de Surah Al-Baqarah. En het totaal van mim wat voorkomt in de Surah Al-Baqarah bij elkaar optelt. Kom je eigenlijk op een getal dat deelbaar is door 19. Nou, eigenlijk denken van... Hoe komt eigenlijk iemand überhaupt erop dat hij getal 19 gaat delen en waarom? Daar komen we zo meteen op. Maar wat interessant is dat dit gebeurt. Dus de gehele Koran, er zijn ook andere surahs, alif, laam, ra bijvoorbeeld. Als je weer kijkt, alif ga je tellen, laam ga je tellen, ra ga je tellen. En als je het bij elkaar optelt, is het weer deelbaar door 19. En dat is echt voor al die surahs hetzelfde. Dat komt in de gehele Koran voor. Ik kan jullie voorbeelden laten zien, ik kan urenlang hier staan met voorbeelden. Het zijn er honderden. Dus het is bewezen dat deze getal eigenlijk de rangschikking van de Koran kenmerkt. Nog een leuk voorbeeld. Dus 114 surahs in de Koran. Nou, zou je denken van, is dat deelbaar door 19? Inderdaad, ja, het is deelbaar door 19. 6 keer 19, 114 surahs. Maar, ik wil je nog iets veel interessants laten zien. Ik hoop dat jullie een beetje met mij mee kunnen. Als we gaan kijken naar de surahs in de Koran, dan zie je dat de eerste
8 surahs tot en met Al-Anfal, die hebben Bismillahirrahmanirrahim boven zich, dus daar begint de surah mee. En waar wordt het overgeslagen? Surah At-Tawbah, de 9e surah, heeft geen Bismillahirrahmanirrahim. Heel veel mensen hebben zich jarenlang afgevraagd, waarom? Waarom heeft Allah die surah uitgekozen zonder Bismillahirrahmanirrahim? Dus eigenlijk, ja, hoe kan dat? Zit daar iets achter? En precies 19 surahs verder, Surah An-Naml, heeft twee keer Bismillahirrahmanirrahim. Dus eigenlijk de balans is weer hersteld. 114 surahs, 114 keer Bismillahirrahmanirrahim in de Koran. Maar het grappige is dus dat precies 19 surahs verder, die Bismillahirrahim twee keer voorkomt. Maar toch vraag je af van waarom bij 9 beginnen en niet bij 12 of 14? De eerste 8 surahs wijzen erop dat 19 eigenlijk geeft Allah ons een clue en verwijzing eigenlijk. Een rode draad. Van kijk, het getal 19 is het 8e primaire getal. Zoals jullie zien, de eerste 8 surahs hebben geen Bismillahirrahmanirrahim. Precies 19 surahs verder, twee keer Bismillahirrahmanirrahim. Dus wat wil Allah ons laten zien? Surah, getal nummer 19 heeft te maken met het getal 8, de 8e primaire getal. Dus echt, ja, ik weet niet hoe iemand erop gekomen is om dit te ontdekken, maar ik vind het geweldig dat het ontdekt is. Dus dat waren eigenlijk een aantal voorbeelden. We gaan nu gaan kijken van hoe kwam überhaupt de geliefde erop om het getal 19 te gaan zoeken. Waarom niet een ander primaire getal bijvoorbeeld, als je toch primaire getallen zou willen hebben. Nou, het begint eigenlijk met Surat al-Mudathir. En broeder Isaac gaat dus weer voor ons reciteren. En ik zal hem ook meteen de microfoon brengen. En dan gaan we verder met de uitleg. Bismillahirrahmanirrahim. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. Dankjewel broeder. Dit is de soer eigenlijk die het balletje heeft doen rollen. Surat al-Mudathir, ayah 27 eigenlijk. En wat zal u doen verstaan wat hel is? Kleine introductie. Zij laat geen ding onverteerd, nog laat enige zaak ontsnappen. Zij verbrandt het mensen vlees. Angstaanjagende surahs, maar uiteindelijk komt Allah bij de 30e ayah. 19 engelen zijn daarover geplaatst. Oftewel, alayha tis'ata ashara, daarover zijn 19. Dus 19 engelen worden eigenlijk daarmee bedoeld. Nou, in principe, als je dit zou lezen, dan ga je niet denken van, oh, ik ga kijken of er wordt aangerangschikt op getal 19. Dus dat is een beetje te ver gedacht. Maar Allah legt in de ayah na deze, dus in Surat al-Mudathir, ayah 31, legt eigenlijk Allah de getal 19, dus de functie, uit. En dat is het volgende ayah. En dan zal broeder Isaac weer de recitatie doen. En dan gaan we stap voor stap deze ayah eigenlijk uiteenzetten, inshallah. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dankjewel, broeder. Prachtige soera. En dan gaan we kijken naar de uitleg. Nou, ik wil dat jullie even scherp blijven. Denk goed, kijk goed met mij mee. Eerst zegt Allah eigenlijk, dit is de ayah na het getal 19. Dus het getal 19 is geïntroduceerd. En Allah gaat de functie van getal 19, gaat Allah eigenlijk uitleggen. En wat zegt Allah? Wij hebben niemand buiten de engelen aangewezen om een toezicht over het hellevuur te houden. Dus 19 engelen houden toezicht over het hellevuur. En Allah wijst nog één keer erop. Dat er voor de rest geen ins, geen jins, geen andere malakken, geen andere wezens. Alleen de 19 malakken. Wij hebben niemand buiten deze aangewezen voor het toezicht. En vervolgens zegt Allah. En wij hebben hun getal slechts uitgedrukt als een aanleiding tot tweedracht onder de ongelovigen. Dat is de functie van getal 19. Dus getal 19 heeft een functie. En de functie is tweedracht onder de ongelovigen, zeg maar, aanbrengen. En dan komt Allah eigenlijk met de twee groepen. De eerste groep, opdat zij aan wie de geschriften werden gegeven zeker mogen zijn van de waarachtigheid van dit boek. En dat de ware gelovigen in geloof mogen vermeerderen. En dat zij aan wie de geschriften werden gegeven en de ware gelovigen daaraan niet twijfelen. Dat is de eerste groep. Dus je hebt de eerste groep, die ziet het getal, die ziet de wonder. En die twijfelt dus niet en dat is het bewijs voor hen dat dit boek het woord van Allah is. En dan heb je een andere groep. En dat zij in wier hart en gebrek schuilt. Alsmede de ongelovigen mogen zeggen, welke verborgenheid bedoelt God met dit getal? Dus ze zien het wonder. Ze zien het getal. Ze zien eigenlijk de mirakel, maar toch zeggen ze, ik snap het niet. Wat is hier nou zo bijzonder aan? Wat bedoelt Allah eigenlijk überhaupt met dit getal? Dus dat is eigenlijk de uitleg van de functie van het getal 19. Dus onthoud dat goed. Want deze getal heeft echt een functie die dan zometeen ook terug gaat komen in de uitleg. Ook in de Ahl al-Bayt en de relatie met de Koran. En Allah sluit natuurlijk altijd mooi af. Zo doet God dwalen naar zijn welbehagen en hij richt naar zijn welbehagen. Niemand kent de legers van uw Heer buiten hem. Dit is slechts een waarschuwing voor de mens. Dus uiteindelijk zegt Allah, ik ben de enige die uiteindelijk deze twee groepen uit elkaar kan halen. Dat is niet aan jullie. Dat is niet aan jullie. Ik ben degene die deze twee groepen uit elkaar gaan halen. En ik bepaal wie mijn legers zijn en wie de dwalers zijn. Dus onthoud dit goed. Dit is heel belangrijk, eigenlijk de basis voor de uitleg, voor de verdere uitleg van het getal 19. Weten jullie deze nog? Deze kwam terug in het vorige onderwerp. Ik wil eigenlijk dat jullie allemaal eventjes naar jullie linkerhand gaan kijken. Dus even zo, even naar je linkerhand. En ik wil dat jullie echt met mij even gaan meetellen, ja? We beginnen bij onze pink, ja? Helemaal rechts. En dan wil ik dat jullie eigenlijk één voor één de botten in jullie pink gaan tellen. Dus je hebt 1, 2, 3. En dan heb je natuurlijk het botje wat eigenlijk in je handpalm zit. 4 botten, toch? Telt iedereen 4 botten? Ah, oké. Okay. Ringvinger. 1, 2, 3. En het laatste, 4 botten, toch? Oké, okay, middelvinger en wijsvinger. Ook 4. En dan komen we bij de duim. En dat is echt een bijzondere natuurlijk. Want de duim die telt niet 1, 2, 3. Niet 4, maar 3. En totaal, ja, ik hoorde het al hier. 19 botten in je hand. 19 botten in je hand. Heeft iedereen dat ook? Geen aliens of buitenaardse wezens hier? Oké. Okay. Nou, 19 botten. In je hand. Zo zie je dat Allah eigenlijk, want met deze handen maken wij alles. Alles wat je om je heen ziet, alles wat je maakt,
alles wat wij gecreëerd hebben in deze wereld, eigenlijk alle handtekening staat erop. Maar er is nog iets anders bij de hand, aan de hand. Getal nummer 19, de hoeveelste primaire getal was het? De 8e primaire getal, hè? Dus eigenlijk zou je denken van, als er 19 botten in je hand zijn, dan moet het getal 8 ook ergens verstopt zijn, toch? Dat is wel zo logisch. We gaan kijken, ja? Hoeveel botten zijn er in je pols? 8 botten in je pols. Het getal 19 hangt aan 8. Net als ook in je hand. 19 botten hangen aan 8 botten in je pols. Subhanallah. Zoals de Koran het ook zeg maar aangeeft. Zo zie je dat Allah eigenlijk ons clues geeft, eigenlijk ons voorbeelden geeft. En zoals Allah in Surat al-Fussila zegt. En de broeder Aisha zal dat ik weer reciteren en zullen we uitleggen. Bismillahirrahmanirrahim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Wat zegt de Koran eigenlijk? Wat zegt Allah hier tegen ons? Hierna zullen wij hun onze tekenen tonen in de verschillende streken der aarde. En in henzelfen. Totdat hun... Waarom? Waarom wil Allah dit? Waarom wil Allah ons deze teken laten zien? Totdat het hun duidelijk wordt dat dit boek de waarheid is. Is het u dan niet toereikend dat uw Heer getuige is van alle dingen? Subhanallah. Kijk hoe Allah eigenlijk ook laat zien van... Er is een reden waarom ik jullie deze tekens laat zien. Ik wil dat jullie beseffen eigenlijk dat ik de getuige ben van alle dingen. En dat dit eigenlijk niet eens zou moeten. Dat eigenlijk is het dan niet voldoende eigenlijk alleen dat ik al getuige ben. Nou, gaan we verder weer met het volgende. Nou, we zouden eigenlijk als laatste nog kijken naar de laatste Ahle Beit in de Koran. En ik wil even een kleine samenvatting maken eigenlijk voor jullie. Zodat we even opfrissen van wat hebben we nou allemaal gehad vandaag. Dat was best wel veel. Eerst hebben we natuurlijk gehad over het getal Fibonacci en eigenlijk 1.618, de locatie van Kaaba en eigenlijk ook een beetje het numerologische, maar ook natuurlijk het geografische wonderen van de Koran. Toen hebben we gesproken over embryologie, Big Bang theorie, functie van de fingerprint en wezens in de diepe oceaan. En natuurlijk nog veel meer onderwerpen waarvan ik hoop dat jullie inshallah zelf zullen gaan bestuderen. En uiteindelijk hebben we gekeken naar het getal 19, het tussenonderwerp met de chromosomen, de ontdekking en de rangschikking van de Koran aan de hand van het getal 19. En uiteindelijk gaan we natuurlijk naar ons laatste onderwerp. En dat is dan de laatste is Ahlul Bayt en de Koran. Dus dat wordt eigenlijk de laatste. Het bouwt zich eigenlijk voort op de voorgaande onderwerpen, dus het is wel een aanloop geweest eigenlijk in die zin. Maar waar ik eigenlijk deze onderwerp mee wil beginnen is een hadith. Ik heb voor, want dit is echt een onderwerp die over Ahlul Bayt gaat, dus ik heb ook echt bronnen voor broeders en zusters van Ahlul Sunnah, dan heb ik eigenlijk ook meteen geïmplementeerd. Zodat iedereen ook voor zichzelf kan weer gaan zoeken. Dus je kunt opschrijven, fotograferen wat jullie willen. Zoek het op. Ik heb iedere keer maar twee bronnen gezet. Maar er zijn er verschillende natuurlijk. Er zijn talloze. Deze hadith, dit zijn echt bekende hadith. Nou, hij gaat als volgt. Waarlijk, ik laat jullie twee kostbare dingen achter, zegt de profeet. Twee talijn. En wat zijn dat? Dat als jullie aan hen vasthouden, jullie nooit zullen dwalen. Niet zullen dwalen, dus dat het eigenlijk een functie heeft. Dat is al die andere dingen. Dus dat het een van de dingen is waarmee je niet kan dwalen. Maar het is hetgene waardoor jullie nooit zullen dwalen eigenlijk. Dus het is echt een pre. Het boek van Allah en mijn verwanten, mijn itra, mijn Ahlul Bayt. Deze twee dingen laat al eigenlijk de profeet achter voor ons. En als wij aan deze vasthouden, zullen we nooit dwalen. Want waarlijk, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden. Tot de dag dat ze terugkomen naar mij bij de vijver van Al-Kauthar op de dag des oordeels. Dus deze twee dingen eigenlijk hebben we geërfd van de profeet. En deze twee dingen zijn onlosmakelijk van elkaar
tot de dag des oordeels en zelfs daarna, totdat ze terugkomt bij de profeet, bij de House of Kauter. Nou, de bronnen staan erbij. We gaan verder. Nou, een kleine introductie was het dus om even te introduceren waar we eigenlijk naar gaan kijken. Eigenlijk van Surah al-Ahzab. Velen kennen natuurlijk deze Surah eigenlijk en de ayah waar we gaan bespreken. We beginnen nu bij 28, maar we gaan uiteindelijk naar 33. Dus eigenlijk de ayah over altijd hier, zeg maar. En we beginnen eventjes een stukje daarvoor. En zoals jullie zien gaat het over de vrouw van de profeet. Dus we hebben het nog niet over het Ahlul Bayt, maar over de vrouw van de profeet. Broeder Aysel zal iedere keer weer reciteren en dan gaan we naar uitleg totdat we bij 33 zijn, inshallah. Broeder Aysel, aan jou weer het woord. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Thank you, brother. Dus we gaan kijken dus naar de ayah 28 en 29. En Allah eigenlijk waarschuwt in deze ayahs de vrouw van de profeet. En maakt ook beloftes eigenlijk. De eerste: O profeet, zeg tot uw vrouwen, indien gij naar dit leven in zijn pracht streeft, komt. En ik zal u een schoon deel en een eervol ontslag geven. Dat zijn zware woorden van Allah. Eigenlijk zegt Allah tegen de vrouw van de profeet van: als je dit leven wilt, als je deze wereld wilt, is goed. Maar zet de profeet niet voor schut. Eigenlijk een ontslag, een eervol deel van deze wereld. En dan kan je lekker je leven gaan leiden in deze wereld. Maar je hebt natuurlijk ook weer het tegenwicht. De Koran is een gebalanceerde boek, zoals hij zichzelf ook noemt. Maar indien gij God en zijn profeet zoekt en ook het volgende leven, waarlijk, dan heeft God voor haar van u die deugdbedrag een grote beloning gereed gemaakt. Dus je hebt natuurlijk weer het tegenwicht. Dus je kan kiezen eigenlijk, als vrouw van de profeet, voor deze wereld of voor het hiernamaals, voor dit leven of voor God en zijn boodschappen. En dan gaan we natuurlijk verder met de ayah 30 en 31 en dan zal broer Aysel weer solliciteren. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa. النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. Okay. Dus even met inachtneming van het voorgaande twee, gaan we nu kijken eigenlijk naar het vervolg. Kijk hoe mooi de Koran eigenlijk opbouwt, hè? Want het is heel systematisch eigenlijk. De Koran werkt heel systematisch. O vrouw van de profeet, wie u er in een duidelijke zonde zal bedrijven, daarvoor zal de straf tweevoudig toegepast worden. En dit is gemakkelijk voor God. Deze slaat eigenlijk weer terug op de vorige ayah 28, waarin de vrouwen worden gewaarschuwd. Maar er werd ook daarna een belofte gedaan aan de vrouwen die deugd betrachten. En dat is dan 31. Maar wie u gehoorzaam zal wezen aan God en zijn gezant, en doet wat recht is, deze zullen wij haar beloning tweemaal geven. En wij hebben een onbekrompen deel in het paradijs voor haar gereed gemaakt. Dus eigenlijk de eerste twee groepen, of de vrouwen hadden een keuze. En hier wordt eigenlijk keuze toegelicht. Kies je voor het eerste, dan is je straf dubbel omdat je de vrouw van een profeet bent. Kies je voor het tweede, dan is je beloning ook dubbel natuurlijk. Balans.
Want ja, als vrouw van de profeet heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie. En dan gaat eigenlijk al, hebben we nog één stukje eigenlijk waarin Allah eigenlijk een soort van advies geeft aan deze vrouwen. Ja, Nisa, en Nabi, lestunna ka ahadin minan nisa. In ittaqaytunna fala taqta'na bil qawl. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Oké, dus dat is dan 32. En hierna komt natuurlijk de ayah van Al-Tahir. Wat zegt Allah eigenlijk tegen de vrouw? Dus nu, o vrouwen van de profeet, gij zijt niet gelijk andere vrouwen. Dus Allah benadrukt het nog één keer. Jullie hebben een belangrijke en speciale positie. Indien gij God vreest, toon dan niet te veel voorkomendheid in uw woorden, opdat de man in wiens hart een gebrek hij is, geen begeerte hebben, maar spreekt een gepaste taal. Dus eigenlijk weer advies aan de vrouw profeet van, wees nederig, gedraag je eigenlijk voorbeeldig. En ik zal zo meteen toelichten waarom ik überhaupt zo ben begonnen met de vrouwen van de profeet. Dat komt zo meteen terug. Het is ook om eventjes een misconceptie weg te nemen dat de ayah van Al-Tahir bedoeld is voor de vrouw van de profeet. Of onder andere voor de vrouw van de profeet. Gaan we naar de ayah 33 eigenlijk. En dan zal de broeder weer citeren. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dankjewel broeder. Dus eigenlijk deze ayah gaat weer verder over de vrouw van de profeet. Hè? Zit gerust in uw huizen en geef u niet over aan de uiterlijke praal van de vroegere tijden. Nou, waaraan zie je dat? Bijvoorbeeld ja, aan die vrouwelijke uitgang. Bujutikunna. Dus echt de vrouwelijke. Alleen als je het over vrouwen hebt. Dan gebruik je de vrouwelijke versie. Dat is een regel in de Arabische taal eigenlijk. Als er een man zou zijn, dus een man en geïncludeerd wordt, dan gebruik je het mannelijke versie. Maar als er alleen maar vrouwen worden aangesproken, in dit geval de vrouw van de profeet, gebruik altijd de vrouwelijke versie. Dus geef je niet over aan de uiterlijke praat van de vroegere tijden van ontwetenheid. Neem de bepaalde tijden voor het gebed in acht. Geef almoezen en gehoorzaam tot God en zijn gezant. En dan gebeurt er eigenlijk iets grappigs, hè? Want het is iedere keer, de vrouwen worden eigenlijk aangesproken, hè? Met vrouwelijke uitgang. En dan gebeurt eigenlijk iets heel aparts, hè? In nama yuridullahu liyuzhiba ankum. Hey, wat gebeurt hier nou? Ankum. De mannelijke uitgang wordt gebruikt. Het gaat dus niet meer over de vrouwen van de profeet, of niet meer alleen maar over de vrouwen van de profeet. Dat moet je concluderen, dat kan niet anders. Het is of het gaat niet meer over de vrouw van de profeet, of niet meer alleen maar. En dan ankum ritsa ahl al-bayti wa yutahhirukum tathira. Dus wat zegt Allah eigenlijk? Waarlijk, God begeert elke vorm van onzuiverheid van u af te nemen, o mensen van het huis, ahl al-bayt. En u door een volkomen zuivering te reinigen. Nou, dat is niet niks. Want Allah zegt elke vorm van onzuiverheid, zondes, wat echt, dat is waarom wij de ahl al-bayt zeg maar eigenlijk onfeilbaar noemen. Wij zeggen de ahl al-bayt is onfeilbaar. Waarom? De Koran zegt het zelf. De Koran zegt, we hebben elke vorm van onzuiverheid van ons afgenomen eigenlijk. En ze een volkomen, een perfecte reiniging gegeven. Dus wat is beter dan dat? De perfecte reiniging eigenlijk. Dus dit is één ding waaraan je kunt zien dus eigenlijk dat het mannelijke uitgang wordt gebruikt. Dus het gaat niet meer over de vrouw van de profeet of niet meer alleen maar. Maar dat is natuurlijk niet het bewijs van oké, dit gaat per se over de Ahl al-Bayt. Maar er is natuurlijk meer. Nog een ding wat ik eigenlijk nog wil benadrukken, als jullie even met mij meedenken. Hiervoor, de ayahs hiervoor, dat is de reden ook waarom ik ze laten zien. Spreekt Allah eigenlijk de vrouw van de profeet aan met waarschuwingen eigenlijk, met dreigement eigenlijk. Want dubbele verstraffing, doe dit niet, doe dat niet, doe dit wel, doe dat wel. Maar dan zouden ze hem eigenlijk een beetje tegenspreken.
als opeens de Koran zegt van, grapje, jullie zijn zuiver, jullie zijn perfect. Ik heb jullie helemaal gezuiverd, dus de voorgaande mogen jullie vergeten. Dat is niet logisch. Dat is gewoon, dat is niet hoe de Koran eigenlijk werkt. De Koran is heel systematisch en heel duidelijk. Dus wat zegt de Koran eigenlijk? Tegen de Ahlul Bayt. Jullie zijn gezuiverd en jullie zijn helemaal rein gemaakt. En dan gaan we eigenlijk verder hierop. Want ja, we zijn natuurlijk niet, dit is niet het enige argument waarom wij Ahlul Tashayyu dit zeggen. Overlevering door Aisha, de vrouw van de profeet. Een van de vrouwen van de profeet. Op een dag kwam de profeet, sallallahu alaihi wasallam, thuis gekleed in een zwarte mantel. Al-Hassan kwam en de profeet nodigde hem uit onder zijn mantel te komen. Al-Hussein kwam en werd uitgenodigd onder de mantel. Fatima, alayhi wasallam, kwam en de profeet nodigde haar uit onder de mantel. Ali, alayhi wasallam, kwam en de profeet nodigde hem uit onder de mantel. Daarna resteerde de profeet, voorwaar, Allah begeert het om elke vorm van onzuiverheid van u af te nemen, o mensen van het huis, Ahlul Bayt. En u met een volkomen zuivering te reinigen. Komt bekend voor? De Koran zegt dit. En de profeet zegt dit. En dit is ook waar deze ayat eigenlijk neder zijn gedaald. Want ik heb ook meteen ook weer de bronnen erbij gezet. Voor zowel broeders en zusters van Ahlul Tashayyu als Ahlul Sunna. Jullie kunnen het zelf gaan opzoeken. Maar deze overlevering, dat komt echt talloze keren voor in zowel Sunnitse als Shiitse boeken. Ik wil zeggen, zoek het op. Ga er naar zoeken en ontdek het zelf. Jullie hoeven mij niet per se te geloven. En speciaal voor de broeders en zussen van Ahlul Tashayyu heb ik ook nog eventjes wat extra overleveringen, zeg maar. Overgeleverd door onder autoriteit van Umar ibn Abi Salama, de zoon van Umar Salama, ook vrouw van de profeet. In Sayyid Tirmidhi. Overgeleverd door Safiya, vrouw van de profeet. En dan moet je eventjes afvragen, waarom zou Allah deze mooie ayah over de Ahlul Bayt plaatsen tussen de waarschuwingen en beloftes aan de vrouw van de profeet? Waarom? Allah kon deze ayah ook ergens anders plaatsen. Dat is mijn mening. Ik denk dat Allah deze ayah precies hier geplaatst heeft, omdat een van de getuigens van dat deze ayah eigenlijk voor de Ahlul Bayt bedoeld is, zijn de vrouwen van de profeet. Allah waarschuwt de vrouwen van de profeet en maakt belofte aan de vrouwen van de profeet. Omdat zij zijn juist degenen die getuigen, en zoals we zien, ze getuigen ook over deze ayahs, over deze ayah eigenlijk die nedergedaald is voor de Ahlul Bayt, voor deze vijf speciale personen. We gaan gauw verder. Even kijken. Ik wil dat jullie eventjes weer met mij meedenken. De Ahlul Bayt, zoals we ze kennen dus nu, zoals we net al besproken hebben. Profeet sallallahu alaihi wasallam Mohammed. Imam Ali alayhi wasallam. Fatima Zahra alayhi wasallam. Hassan Hussein alayhi wasallam. Dus de Ahlul Kisa, de mensen van het mantel eigenlijk. En wat ik eigenlijk ga doen is, ik ga hun namen één voor één voor jullie uit elkaar halen. Ik ga hun naam eigenlijk strippen voor jullie. En zoals jullie zien, de naam van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Wie wil de... Uit welke letters bestaat de naam van de profeet? Mim, ha, mim, da. Dus, hoeveel letters? Vier. Imam Ali, sallallahu alaihi wasallam. Drie letter, een, laam, ja. Ja, wat om te zeggen? 5. Ja, Hassan? 3. En Imam Hussein? 4. Ja, oké. Okay. Is jullie iets opgevallen? Nee. Naam van Ahlul Bayt bestaat uit precies 19 letters. De handtekening van Allah, zoals in de Koran, komt ook terug in hun namen. Speciaal, hè? Maar we zijn nog lang niet klaar. Dit is nog maar het topje van het ijsberg eigenlijk. We gaan even weer kijken naar een overlevering. Want jullie vragen je vast wel af. Oké, Ahlul Bayt, de vijf van Ahlul Kisa. Waar zijn de 12 imams dan? Daar zijn toch ook Ahlul Bayt? Dus het zou niet logisch zijn als die 19 nergens de 12 bevat eigenlijk. Want dat moet wel terugkomen. Heb ik ook weer Bihal en Wan al-Bukhari, twee bronnen. Ik heb echt de meest magere deel van het versie eigenlijk genomen van deze hadith. Deze hadith is eigenlijk veel uitgebreider, maar ik heb even echt de kern genomen.
De islam zal zich voortzetten voor een periode van 12 opvolgers, geliefs. En zij zullen allen van prijs zijn, heeft de boodschapper gezegd. En deze hadith kom je echt talloze keren voor. Als je op Wikipedia alleen kijkt, ze hebben een bronlijst van echt zulke kleine letters. En dan, dat ding is echt gewoon bijna A4 gewoon. En moet je even bij jezelf stilstaan. De geliefs, zoals wij die kennen. Vanuit bijvoorbeeld de Sunnitse geloofsleer. Waar is het allemaal van bereid? Want dit is een belofte die de profeet doet. De profeet zegt, de islam zal zich voortzetten voor een periode van 12 opvolgers. 12 geliefs en zij zullen alle van Quraysh zijn. Vraag je zich alleen af, wie waren van Quraysh? Wie waren van Quraysh? De eerste geliefde die eigenlijk van Quraysh is, Imam Ali a.s. En dat kun je voor jezelf ook nagaan. Ga zoeken, ga kijken. Je hoeft mij niet te geloven. Ga zelf kijken, ga zelf zoeken. En lees. Ik had het jullie beloofd, dus getal 12 eigenlijk. Dan moet je ook terugkomen ergens, want het kan niet anders. Weer de namen van de Ahlul Bayt eigenlijk. En dan wil ik eigenlijk dat jullie weer met mij mee gaan kijken, ja? De naam van de Ahlul Bayt bestaat uit 19 letters. Maar we gaan even kijken uit hoeveel unieke letters bestaat de naam van Ahlul Bayt. De eerste is Mim. En dan? Ha. Oké. Okay. Want de Mim was al voorgekomen natuurlijk, hè? Die gaan we niet nog een keertje hebben. Dus 3. Tot zover 3. En dan? Nee. Lam. Ja. Zetten we op? 6. F, A, T, B. Ja, Mim hadden we al, hè? Ja. Mim hadden we al. Dus we zitten nu op hoeveel? 4. En 6 is 10. Oké. H hadden we ook al. Dus de eerste volgende is Sin. Uh-huh. Noen. En dan H, Sin. Ja, Noen, die zijn we wel gehad natuurlijk, hè? Die hebben we al gehad. Hoeveel zijn het, hè? 12. De naam van de Ahlul Bayt bestaat uit 19 letters. Die weer bestaat uit 12 unieke letters. Als je wil geloven dat dit toeval is, be my guest. Oké? Okay? Maar, dit is een wonder binnen een wonder. En dan zou je kunnen zeggen, oké, de profeet zegt, ik laat jullie twee dingen achter. De Koran en de Ahlul Bayt. Toch? Oké, is goed. De Koran en de Ahlul Bayt. Als we deze numerologische wonder eigenlijk in de naam van de Ahlul Bayt, 19 en 12 kunnen vinden, dan moet het in de Koran ook zo zijn, toch? Anders klopt het niet. Want als de profeet zegt, ze zijn één met elkaar en zullen onlosmakelijk van elkaar blijven totdat ze terugkomen bij mij, dan moet in de Koran hetzelfde eigenlijk terug te redeneren zijn, toch? Dan gaan we even kijken, oké? Okay? Surat al-Mudaffir. Die hebben we al gehad, toch? 19 engelen zijn daarover geplaatst. Broeder, je hoeft deze niet opnieuw te studeren, is niet nodig. We hebben deze al gehad. Dus wat zei Allah in Surat al-Mudaffir nummer 30? 19 engelen zijn daarover geplaatst, toch? Alayha kit'at ashra. En wat ik eigenlijk gedaan heb, is net als de naam van Ahlul Bayt, heb ik eigenlijk deze zin voor jullie uit elkaar gestreept. Uit elkaar gehaald. En wat denken jullie? 19 engelen zijn daarover geplaatst. Uit hoeveel letters bestaat het? 12. Ook toeval? Ik denk het niet. Ik denk het niet. De plek eigenlijk waar Allah het getal 19 benadrukt, dus Allah zegt 19 engelen zijn daarover geplaatst, bestaat weer uit 12 letters. Als het allemaal toevallen zijn, dan wil ik eventjes dat jij naar je wiskundeleraar gaat en zegt, maak een kansberekening van mij. Hoe groot is de kans dat het allemaal toevallen zijn en toevallig allemaal zo uitgepakt hebben? Hoe groot is de kans? Maak een kansberekening. Simpel. Nog iets. Voeg deze ook maar toe aan je lijst bij de wiskundeleraar. In welke ayah wordt deze wonder eigenlijk genoemd? Surat al-Mudaffir. The Cloaked One. Wie weet wat Mudaffir betekent? Weet iemand dat? Degene die gewikkeld is. Degene die gewikkeld is in een mantel. Lees eigenlijk deze ayah zelf. Excuses als ik mijn uitspraak niet helemaal goed is hoor. Maar ik doe mijn best. Maar ga kijken in deze surah. Wat de betekenis eigenlijk van deze surah. Degene die gewikkeld is in de mantel. En subhanallah. Precies in deze ayah eigenlijk. In deze surah. Komt deze wonder van het bewijs van voor Ahlul Bayt eigenlijk, het numerologische bewijs van Ahlul Bayt terug. En dat is echt gewoon allemaal wonderen eigenlijk als je er bij elkaar optelt. Nou, ik daag je uit, maak een kansberekening. Nog iets, de naam eigenlijk van Ahlul Bayt. Er is een bepaalde symmetrie zoals jullie zien, 4, 3, 5, 3, 4. En dan wil ik je eigenlijk een video laten zien van
van Norman Ali Khan. Misschien dat je velen van jullie die naam wel eens eerder zijn tegengekomen en lezingen hebben gevolgd van hem. En ook dezezelfde aya eigenlijk. Daarin gaat hij eigenlijk laten zien dat er een bepaalde symmetrie is in de Koran, in bepaalde ayas. De prachtige manier eigenlijk waarop deze aya symmetrie aantoont, zeg maar. Geheel symmetrisch. En deze symmetrie is ook terug te vinden in de naam van Ahlul Bayt. Want ik heb ze niet zomaar random op een volgorde gezet. Dus je zou zien, ik begin gewoon bij de profeet en ik eindig met imam Hussein alayhi salam. En je ziet die mooie symmetrie eigenlijk met Fatima Zahra in het midden als moeder, dochter en echtgenoot. Als verbindende factor eigenlijk. Die mooie symmetrie zie je ook terug in hun naam eigenlijk. En wat ook opvallend is, is ook deze aya. En weer een kleine verwijzing is hiernaar. Want het is weer in dezelfde aya eigenlijk als het getal nummer 19. En eigenlijk zijn we bijna klaar. Ik wilde nog eventjes snel wat quotes eigenlijk uit de Koran. Zowel uit van profeet Mohammed en imam Ali even snel voor jullie nog voorlezen. De Koran zou door niemand hebben kunnen samengesteld worden behalve door God. Het is een bevestiging van hetgeen tevoren werd geopenbaard en een uitlegging der schrift. Daaraan is geen twijfel. Hij werd door de Heer alle schepsels nedergezonden. En een stukje uit een preek van iemand van de profeet alayhi salam. Ik zal even snel voorlezen voor jullie, zodat jullie dan ook dat even meepikken. Gewoon slaat op de gehele presentatie eigenlijk. Daarom wanneer onheil komt om u te verwarren, zoals de segmenten van een donkere nacht, houd dan vast aan de Koran, want het is de bemiddelaar wiens voorspraak wordt verleend. En een geloofwaardige verdediger. Wie het voor zich houdt zal naar het einde geleid worden en wie het achter zich zal laten zal naar het hellevuur geleid worden. En het is een gids die leidt naar de beste weg. En het is een boek der opheldering, verbijzondering en samenvatting. En het is een beslissende wereld en geen grap. En het heeft een openbare betekenis en een geheim. En zijn schijnbare betekenis is standvastig. En zijn geheim is kennis. Zijn geheim is kennis.
Zijn exterieur is elegant en zijn interieur is diep, zoals we vaker vandaag gehoord hebben. Het heeft vele grenzen en deze grenzen hebben vele grenzen. Zijn wonderen zijn onophoudend en zijn onverwachte wonderen zullen nooit verouderen. Het bezit de lichten en van leiding en de tekenen van wijsheid en leiding naar kennis voor wie de eigenschappen kent. Denk aan, de uitlegging van getal 19, voor degene die de eigenschappen kent. Daarom dient men zijn zicht uit te breiden, zijn zicht de eigenschappen doen bereiken, zodat degene die in verdoemenis dwaalt verlossing vindt en degene die in verwarring leeft bevrijd wordt. Want meditatie of reflectie is leven voor het hart en van degene die het ziet. Zoals degene met licht gemakkelijk de duisternis bewandelt, dus daarom zoekt Hazeg naar verlossing. Oftewel, zoals de profeet zegt, zoek naar kennis. Blijf zoeken naar kennis. En eigenlijk de quote van Imam Ali is heel kort. Eén zinnetje maar. En wat hij zegt eigenlijk, ik vind het heel veelomvattend en heel sterk. Hij zegt, zijn ene deel spreekt met het ander. En zijn ene onderdeel getuigt over het ander. Kijk hoe prachtig in één zin Imam Ali eigenlijk de wijsheid van de Koran beschrijft. Ik vind het prachtig hoe hij eigenlijk dingen zegt. En dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie komst en voor jullie aandacht. Ik weet dat het moeilijk geweest is. Het was een lange presentatie. Ik hoop dat ik jullie deuren geopend heb en dingen meegegeven heb, zodat jullie op onderzoek uitgaan thuis. En ik denk dat jullie heel veel voer hebben om lekker op onderzoek uit te gaan. En dit is een kleine illustratie nog, zodat jullie lachend ons verlaten vandaag. Dankjewel, salawat.